Vrienden en fans, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Construction Simulator op mijn kanaal. Mijn naam is Valentino en wij gaan weer lekker bouwen. Veel kijkplezier. Yes, daar zijn we weer. Wat leuk dat je geklikt hebt. Ik heb nieuws, want ik heb nog een DLC pack gekocht. Ja, ja, inderdaad. Ik heb toch maar de Kramer pack gekocht. Of de Kramer pack, of hoe je dat ook uitspreekt. Ik heb hem gekocht. Ik dacht, weet je, waarom ook niet? Het is leuk om te hebben. Dus ik heb het gewoon gedaan. We gaan even kijken wat we dan precies hebben gekocht. We gaan naar onze voertuigdier naartoe. En dan gaan we eens even kijken. Kramer, waar sta jij? We hebben dus de JCB-pack gekocht. Ik heb nog niet alle apparaten kunnen kopen, alle voertuigen kunnen kopen, maar dat komt vanzelf wel. Yes, we hebben dus deze drie. De verrijker hebben we, dus dat hadden we ook al van de JCB-pack. Maar ja, dit is dus nog een verrijker. We hebben nog een wiellader. En we hebben een compacte wiellader. Nou, in principe is dat gewoon ja, wat we al hadden, maar het is toch leuk om te hebben. Dus misschien kunnen we wel een klusje doen met deze. Wie weet, laten we eens even kijken wat we kunnen gaan doen. We gaan even naar onze opdrachten toe en dan gaan we even kijken. Appartementencomplex, wooncomplex, €951.000. Dat is een goed bedrag. We hebben een silo, we hebben een eengezinswoning, we hebben een weg, nog een weg, toeslagmateriaal afvoeren en een tuinklus. Misschien is het eventjes leuk om toeslagmateriaal af te voeren weer. En eventjes te kijken hoe het gaat met onze nieuwe pack van de Kramer editie. Dus laten we dat dan eventjes doen. We gaan het accepteren. En daarvoor hebben we dus een kiepwagen nodig. En we hebben dus een wielladertje nodig. Nou, laten we dat doen. Ik ga eventjes kijken. We hebben €295.000. Misschien kunnen we wel een voertuig kopen van het Kramer gedeelte. Even kijken. We hebben dus nodig een wiellader. Hoeveel kost die? 100.000. Zullen we het gewoon doen? We hebben ook nog een compacte wiellader. Dat is ook wel leuk. Weet je, laten we dat doen. Gewoon zo'n kleintje. Misschien is dat wel... Ja. Het is wel slimmer qua geld. We hebben niet heel veel geld meer. Laten we een kleintje doen. Ik ga die kopen. Ja, dat wil ik. En dan doen we de kiepwagen van de JCB-editie. Dus dan nemen we deze mee. En die heb ik al gekocht. Dus daar kunnen we gewoon instappen. Even kijken. Ik wil instappen in mijn kleine... Ja, ik ga instappen in deze. Dus we gaan hem uitbesteden. We gaan instappen en dan gaan we naar onze bouwlocatie toe. Want dit is op zich wel leuk. Want nu kunnen we eens even goed werken. Want nu kunnen we hem lekker volgooien met zand. We gaan even naar onze bouwlocatie toe. Ik zag trouwens dat ik nog wat nieuwe abonnees erbij heb. Dankjewel voor het abonneren. Superleuk. Ik ga even mijn lampjes aangooien. Zwaailichten aan uit... Ik wil de werklichten aan. En dan gaan we eens even kijken. Jongens, volgens mij gaat dit niet werken. Althans. Ja, dat gaat wel werken. Trouwens, dit is het apparaat. Het voertuig. Ik heb even geskipt naar de ochtend. Want ik wilde toch wel graag in het daglicht doen. Ja, ze zien er wel echt mooi uit hoor, met z'n tweeën. Ja, mensen waren hier niet zo over te spreken over de Kramerpack. Maar ik vind het wel mooi. Ik vind het wel een mooi ding. Lekker compact, lekker klein. Die is ineens een heel stuk groter als die. Maar goed, we gaan gewoon lekker beginnen. Ik ga onze zwaailichtjes aandoen. Ik ga onze lampjes aandoen. Onze werklichten aan of uit. Even kijken. Ja, hij staat aan. Dat is mooi. Dan gaan we hem eventjes neerzetten waar we moeten neerzetten. Oh, hij is wel lekker snel. Hij is wel snel. Dan gaan we onze kiepwagen. En ik denk dat ik die gewoon net zo ga neerzetten als in de vorige aflevering. Als je die niet hebt gezien, ga dat even kijken. Was echt super leuk. Want ik had namelijk de JCB DLC pack gekocht. We hebben nog niet alles gebruikt, maar dat gaan we natuurlijk nog wel doen. Ja, ik denk dat ik hem gewoon... Ach, weet je, ik zet hem wel gewoon ernaast. Het kan prima. Ik zet hem wel gewoon hier neer. Want hij is natuurlijk zo klein, dat ding. Misschien dat het wel even gaat duren hoor, dit. Dat zou zomaar kunnen. Nou, eens even kijken. Oh jeetje. Hij is heel klein. Ja, hij zit niet helemaal vol. Kom op. Ofwel. Nou goed, we gaan gewoon even kijken of dat überhaupt wil. Ja, dat is... Daar hebben we ruimschoots ruimte voor. Nou, daar gaat hij. Ja, dat gaat hartstikke mooi, joh. We gaan voor onze tweede schep. Oh, dat ging heel erg hard.
Dit is 10%. Ja, hij zit niet helemaal vol. Daar gaan we. Kijk, met deze kun je dus wel gewoon mooi... Ja. Valt het nou daarnaast of is dat gewoon een soort van glitch of zo? Kan ik... Dit is dus het laagste wat ik kan. Juist, zo ja. Dit is beter. Ja, het is een mooi dingetje. Hij is heel snel. Maar ja, dat komt natuurlijk omdat hij heel klein is. Dus dan is hij lekker wendbaar. Hij is heel klein. Volgens mij is hij net zo groot als een heftruckje. Zo'n vorkheftruckje. Of dat lijkt zo. Ik zie helemaal niks. Ja, we zitten op 20% nu. Op zich valt het mee. Eens even kijken. Ja, dat is mooi. Of zullen we toch die andere erbij halen ook? Die andere wielader van Kramer. Gewoon om eventjes het verschil te zien, zeg maar. Misschien is dat wel leuk om te doen. Moeten we natuurlijk wel weer een grotere kiepwagen hebben ook. Ja. Ja, perfect. Weet je, laten we dat doen. We gaan die andere ook erbij halen. Die van Kramer. Dus een leuk dingetje. Ja, hij is 100.000. Zullen we het gewoon doen? Ja, wat kan mij het ook schelen? Ik ga het gewoon doen. 100.000. Oh, 95. Nou, dat scheelt weer een beetje. We gaan het gewoon doen, joh. Hartstikke leuk. Waar sta jij, Kramer? Hier, zo ben jij. Yes, we gaan instappen. Ik ben wel heel erg benieuwd naar deze. Die van JCB was heel erg fijn. Oh ja. Oh, deze is iets kleiner volgens mij hoor. Ja, die is iets kleiner denk ik. We gaan eens even daarheen. En dan denk ik dat we wel een andere kiepwagen erbij moeten gaan zetten. Want ik denk niet dat we het gaan redden. Hij is wel mooi. Ik ga even de lampjes aandoen. Zwaailichtje aan. Werklichten aan. Ik kan nog meer toch? Ja, dimlicht. Ja, is hartstikke mooi hoor. Mooi dingetje. Ga ik even uitstappen. En dan ga ik onze mooie kiepwagen erbij halen. We gaan hem uitbesteden. Dat is wel weer hartstikke mooi. Kost ons natuurlijk helemaal niks qua huurkosten. Dus dat is top. Yes. En ik ga hem ook eventjes hier neerzetten. Trouwens, ik heb ook nog nieuws. Want ik ga namelijk streamen binnenkort. Misschien wel heel erg snel al. Ik denk al veel sneller dan dat ik denk dat ik ga streamen. Maar dan ga ik dus ook gewoon... Wat gebeurt er? Maar dan ga ik dus ook gewoon dit spelen. Of een ander spelletje, dat we gewoon kunnen kletsen met elkaar. Dat is ook wel leuk. Gewoon even online een keertje. Maar ja, ik ben daar natuurlijk al best wel lang mee bezig om dat allemaal een beetje in elkaar te flansen. Ik hoop dat dat allemaal goed gaat komen. Ja, ik heb er wel vertrouwen in. Het komt vast wel goed. Er kunnen natuurlijk een miljoen dingen verkeerd gaan, omdat het mijn eerste stream wordt. Dus ja, dat wordt wel een beetje spannend. Maar ik denk wel dat het leuk wordt. En ik zit te kijken. Gaan we dat redden? Nou goed, weet je, we gaan het gewoon proberen. Het is wel een mooi spul. Het is niet... Het zijn geen lelijke apparaten of zo. Ja, deze zit ook niet helemaal mooi vol. Maar goed, dat geeft even niet. Het gaat er eventjes om hoe ze eruit zien. Ik vind het er echt heel mooi uitzien. Oh, dat wordt... Dit is het hoogste wat ik kan. Oké, okay, nou ja, hij redt het net. Hij redt het echt net. Maar het klopt wel wat ze zeggen. Van we hebben natuurlijk al een wiellader van de JCB. We hebben al een, hoe heet zo'n ding? Zo'n kleine wiellader volgens mij ook. En een kiepwagentje. Er zitten natuurlijk al apparaten in die we al hebben. Dat was het eigenlijk. Maar goed, dat maakt het niet minder leuk of zo. Het is wel leuk om gewoon... te kunnen afwisselen, zeg maar. Oh, dat ging heel soepel. Ik ben trouwens benieuwd hoeveel dit allemaal oplevert. Want dat is natuurlijk ook leuk. Want we hebben nu wel geld nodig. We zitten namelijk op 139.000 euro. Ja, kom op.
En dan denk ik dat we zo meteen weer een mooie klus gaan doen, jongens. Ik denk dat we gewoon weer lekker een huisje gaan bouwen. Want dat vind ik namelijk wel het mooiste. Het zijn natuurlijk ook gewoon de grootste projecten. Maar ik vind dit ook wel leuk om af en toe een keertje te doen. Met bepaalde machines. Maar ik moet zeggen dat ik de JCB toch wel fijner vond, hoor. Ik weet niet waar het aan ligt, maar... 87. Nou, dan zitten we er al bijna, joh. Eens even kijken. Gaan we dat redden? Ja, dat gaat hartstikke mooi. Ja, volgens mij is deze gewoon kleiner als die van JCB. Zijn er meer mensen die deze gekocht hebben, de Kramerpack? En wat vind je daarvan? Of de JCB-pack? Kom op. Nee, dit accepteer ik niet. Zitten we weer 2%. Juist. Kijk, dat is beter. Ja, laat eventjes weten wat je ervan vindt. Wat vind je ervan? Vind je ze mooi? Vind je ze lelijk? Zou je ze gebruiken? Mooi. Dat was één berg weg. Dan gaan we nu eventjes deze aan de kant zetten. Dan ga ik dat even verkopen. Nou, toch 550 euro's. Dan ben ik heel erg benieuwd hoeveel die andere waard is. Ik denk dat die andere wel 1500 waard is, hoor, deze. Ik denk het wel. Misschien nog wel meer. Ja, dat is wel... 1400, oké. Okay. Nou, dat is prima. Maar toch goed gegokt. Yes, daar gaan we. We hebben nog wat grind erin zitten. Gaan we nu mixen? Oh, ik ga veel te hard. Ja, we gaan mixen. Ik wil eventjes achteruit. Kan dat? Huh? Nu heb ik heel mijn bak vol met grind. Hoe kan dat? Dat is vreemd. Dat is raar. Nou goed, het zal wel. Het zal allemaal wel goed komen. Even mijn cameraatje draaien. En dan doen we hoppa. Waarom wil je nou niet verder? Juist, kijk. Ja, jongens, hij pakt geen aarde. Hij pakt grind. Nou ja, goed, het zal wel. We gaan in ieder geval goed, want we zitten op 26%. Dus dat maakt helemaal niks uit. We gaan het gewoon lekker afmaken. Is dit nou voor iets raars? Jongens, ik ben geglitcht. Nou, dan gaan we gewoon resetten. Dat kan natuurlijk ook. Voor opletten voor de kei hier, dat ik daar niet overheen knal. Ja, ze zijn wel lekker snel. Dat wel. Komt-ie maar. Mooi. Kijk, en nu pakken we dus ineens wel aarde. Maar heel weinig. Ik denk ook dat het een beetje... Ik weet het niet. Met die JCB kon je gewoon veel meer pakken ook. Heel apart. Ja, dat is wel apart. Kijken of we nu wel gewoon mooi iets kunnen pakken. Kijk. Dat gaat al een heel stuk beter. Yes, we gaan even aan het draaien. En dan mag hij er mooi in. En dan zitten we alweer op de helft, jongens. 78%. Ik denk dat we nog twee keer moeten en dan zijn we klaar hier. Hebben we toch weer een paar euro verdiend. Dat mag ook wel. Ik weet niet hoe het nou zit met hoeveel dat waard is. Want we hebben natuurlijk nu twee dingen gemixt met elkaar. Nee, dat accepteer ik niet. Dat is gewoon weer 2% te weinig. Hoe dan? Kom op. Yes, dat is hem. 16.500, jongens. Lekker. Dan zitten we op 1,5 ton. We gaan eventjes legen en dan gaan we eens even kijken hoeveel dit waard is. We moeten heel wat eraf halen, zie ik. Ik wil graag instappen. Ja, dank u. 1200. Ja, dat is... Nee, dat is niet echt...
Dat is niet heel erg goed eigenlijk. Ja, het is wel geld. We hebben het hard nodig. Yes, en dan hebben we hem gedaan. We gaan praten met onze voorman. En dan hebben we deze geklaard. Yes. Dat is mooi. En dan kunnen wij door met een nieuwe klus. Eens even kijken. Klus voltooid. Mooi, het autootje staat er. Wij gaan eens eventjes alles netjes in de stalling zetten. En dan gaan we eens even kijken wat we gaan doen. Silo, één gezinswoning. Ik denk dat we deze gaan doen. Voor 187.000. Dat is een mooie klus altijd. Die huisjes. Superleuk. En dan gaan we eens eventjes beginnen. Plaatfundering, begane grond. Oh, vergroenen gaan we ook nog doen. Ja, dit wordt leuk. Dit wordt mooi. Dus we gaan met de bulldozer werken. Grondverdichtertje. Ja, dit is leuk. Dit wordt leuk. En we zijn aangekomen bij onze locatie. En dan zie ik dat we eigenlijk twee delen hebben van het huis. Nou, dat kan. Laten we eens eventjes onze bulldozer erbij gaan pakken. We kunnen dat ook met de wiellader van JCB doen trouwens. Afgraven. Zullen we dat doen? Ja, waarom niet? We gaan dat doen. We gaan hem uitbesteden. We gaan instappen en dan gaan we dat met deze proberen. We kunnen het natuurlijk ook met die andere doen. Maar ik wil dat een keertje met een wiellader doen. Dat kan natuurlijk ook gewoon. Alleen dan moet je even goed kijken hoe diep je gaat. Kijk, die van Kramer die is veel kleiner als deze. Dat is het. Zie je dat? Deze is heel groot. Ik ga even mijn lampjes uitdoen. Of aandoen. En dan gaan we beginnen. Nou, die mensen hiernaast die denken, godver, weer die herrie. Ja, sorry, maar het moet toch gebeuren. Even heel langzaam rijden. En dan gaan we beginnen. Ik heb toch maar besloten om het met deze te doen. Want het is best wel lastig met die JCB. Want hij wil niet lekker graven ofzo. Dus ik ga het toch met deze doen. Het is ook makkelijker met deze. Kijk, want dat hoef je alleen maar naar beneden te doen. En dan kun je gewoon je ding doen. En met die JCB dan moet je heel precies gaan lopen kloten. Terwijl het gewoon met dit veel makkelijker kan. Ik dacht dat het heel makkelijk kon met die andere. Maar dat is dus niet zo. Kijk. Met deze gaat dat veel sneller. Veel mooier ook. Dus ja, voor dit soort klussen blijf ik toch denk ik gewoon voor dit soort apparaten gaan. Want ja, dat werkt gewoon allemaal wat lekkerder. Gaat toch even wat soepeler allemaal. Yes, dat is nummer 1. We gaan hem achteruit gooien. En dan gaan we beginnen met deze hier. Ik ga even de camera veranderen. Dat we even kunnen zien wat we aan het doen zijn. Ja, gaat u maar. Nou, je kunt er ook mee draaien. Dat is op zich wel vet. En dan moeten we natuurlijk straks weer gaan storten. Yes! Nee, niet yes. Dat is niet mijn favoriete ding. Maar het moet gebeuren en we hebben het geld echt heel erg hard nodig. Ik wil het gewoon heel graag hebben nu. Dat is op zich wel leuk om heel veel apparaten te kopen en veel geld uit te geven. Want dat betekent dat je gewoon weer hard aan de bak moet. 89, ja. Nou, ik deed nog één keer en dan hebben we hem klaar. We gaan de grond verdichten. En wat ik ga doen is dat ik deze voertuigen ga terugbrengen naar waar ze horen. In de stalling. Want anders krijgen we straks echt een enorme zooi met voertuigen overal. Ik ga deze in de stalling zetten. En ik ga mijn JCB in de stalling zetten. En dan gaan we onze grondverdichter erbij pakken. Want die hebben we nu nodig. Deze is dat. We gaan hem uitbesteden en we gaan instappen. En dan zijn we alweer op weg naar ons volgende mooie huisje. Ik ben wel benieuwd hoe dit eruit gaat zien. Waarschijnlijk is dat de garage die eraan vast zit. Ik ga eventjes binnenin zitten. Juist. Ja, ik denk dat dat de garage is. Yes, we staan en we gaan beginnen. Oh, dit gaat al lekker snel. Dat is mooi. Ik zet hem uit. We gaan eens achteruit. En dan gaan we eens even kijken om onze volgende strook te doen. Ik kan natuurlijk ook gewoon aan laten staan en dan achteruit eroverheen. Wacht even. Ja, hij staat aan. En daar gaan we. Ja, dat is mooi. Dan ga ik achteruit proberen. Ja, het werkt wel. Oh, dat ging mooi. Nou, dat is nummer 1.
En dan denk ik dat ik die toch in de lengte ga doen. Kijk, nu kun je ook gewoon achteruit rijden zonder dat je bang hoeft te zijn dat je je voertuigen molt. Dat is het voordeel daaraan. Dus we gaan dat voortaan gaan we eventjes alles gewoon netjes houden. Want het was vorige keer één grote zooi. Echt, overal stond wel wat. Yes, we hebben hem aanstaan en daar gaan we. Ja, ik weet niet of dat nou wel zo'n goede manier is om dat zo achteruit te doen. Ik bedoel, het kan wel, maar... Ja, ik denk niet dat ik er zo'n fan van ben. Ik hou meer gewoon van het netjes proberen te doen. Anders krijg je natuurlijk allemaal stukken die je weer niet gedaan hebt. En dan moet je dat alsnog aan het einde doen. Dus het schiet eigenlijk helemaal niet op. Je kunt beter gewoon eventjes netjes achteruit rijden. En dan het laatste doen, zoals dit. We moeten nog 11%. Nou, ik denk dat we het nu al af hebben. Ja, dat was hem al. Nou, dat is mooi. Dan gaan we deze ook aan de kant zetten. Ik denk dat we ook deze weg kunnen doen. In de stalling. We hebben de geleden kiepwagen nodig. Dus dan gaan we instappen. En dan gaan we dat doen. Oh, wacht even. Moet ik dan weer een grond... Volgens mij moet ik weer een grondverdichter hebben, jongens. Volgens mij heb ik dat niet goed gedaan. Volgens mij was ik weer iets te snel daarmee. Begint afleveren en verspreiden. Ja, ik denk dat het... Dat ik het iets te snel heb gedaan. We gaan eens even inladen. Grind wil ik hebben. En dan gaan we dat verspreiden. En dan zal ik ook alweer wat verliezen onderweg. Nou, daar gaan we. We gaan hem keepen. Komt hij maar. 22%. Ja, dat is... Dat is 2 kiepwagens, denk ik. En dan hebben we het wel gehad. Nou, dat valt dan weer mee. Uitladen is niet mogelijk, omdat er iets in de weg staat. Nou, nu niet meer. We gaan hem weer eventjes vullen. Je bent verder gekomen in een mijlpaalniveau. Nou, dat is mooi. Dat is goed nieuws. Maar we moeten eerst even dit doen. Komt-ie maar. Ga je niet mee, hè, dit? Ja, dat is hem. Yes, de bouwplaats leegmaken. En dan grind verdichten. Ja, dan had ik toch weer de grondverdichter nodig, jongens. Dus dat was niet zo erg handig. Dat was niet handig. Waar sta jij? Ik sta weer helemaal klaar en we gaan beginnen met verdichten. Oh, dat gaat alweer lekker snel. Ja hoor, hoptee. Dan gaan we even achteruit. Even kijken hoe dat eruit ziet. Ja, dat is netjes zo. En dan doen we het gewoon lekker op de manier zoals we het net ook deden. Alleen nu even proberen iets netter te doen. Ik hoop dat ik goed sta zo. En dan zitten we alweer op de helft. Dat gaat hartstikke snel. En daar gaan we ons laatste stukje, geloof ik. Nou, ja, dat gaan we redden. Dat hebben we mooi afgemaakt. We gaan de bouwplaats weer even leegmaken. Zal ik hem laten staan? Nou, weet je, ik laat hem wel eventjes staan. Yes, 66.000 jongens. Kijk, dat is goed. Dat is echt goed nieuws. Ik ga hem toch weer weghalen. Ik haal hem er wel weer bij als ik hem nodig heb. Joh, maakt niet uit. Zoveel tijd kost dat niet. Wat gaan we doen? De kiepwagen trouwens. Die gaan we ook even wegbrengen weer. In de stalling. En dan gaan we als het goed is even wat dingen bestellen. We gaan 2 keer betonstaalrassen bestellen. Want we gaan natuurlijk de fundering leggen. Even kijken. We gaan naar onze bouwmateriaaldealer. Betonstaalraster. Waar sta jij? Juist. Deze 2, ja. De bouwplaats. En kunnen wij een kraantje neerzetten hier? Volgens mij kan dat niet. Maar weet je wat leuk is wat we kunnen doen? We kunnen dit natuurlijk ook anders gaan aanpakken. En dit doen met de verrijker die we hebben gekocht. Dus ik denk dat ik dat gewoon ga doen. We gaan het gewoon even anders doen. Even kijken, waar sta jij? WCB, verrijker. Juist. Want ik heb natuurlijk wel dat gekocht en ik vind ze echt ontzettend mooi, die apparaten. En ik wil ze gewoon heel graag gebruiken ook. En het is ook gewoon leuk om het soms een beetje af te wisselen.
Het hoeft natuurlijk niet de hele tijd met een kraan. Je kunt het op verschillende manieren doen. Je kunt het ook met een vorkheftruckje doen of met dit. Maar ik vind dit wel echt een heel gaaf ding hoor. Mooi ding is dat. Die buurman die begint echt chagrijnig te worden nu. Het is ook alweer 7:15 s'avonds. Ik ben trouwens benieuwd of we dat kunnen oppakken met deze. Laten we eens even kijken of dat kan. We moeten wel iets lager. Nou, iets hoger. Ja, het kan wel. Kijk. Hartstikke mooi. Niet te hard. Ik wil het niet verliezen. En dan ga jij hier zo achter. Ja. Kijk, en die kunnen dus ook zeg maar uitschuiven. Ja, hartstikke mooi. Yes. En dan gaan we met onze volgende beginnen. Of nou ja, de volgende, de laatste eigenlijk. Gaan we eens even mijn lampje aandoen. Het wordt ook donker. Lading bevestigen, juist. We hoeven natuurlijk niet zo hoog. We haalden het in de vorige aflevering net niet. We moesten echt heel erg hoog. Maar ik denk dat we er met dit huis wel hiermee goed kunnen werken. Dus ik denk dat ik gewoon lekker met dit ding ga werken. Uitladen is niet mogelijk omdat er iets in de weg staat. Wat is er aan de hand dan? Ik wou net zeggen, dat kan toch gewoon? Mooi! Dan gaan we eens eventjes uitstappen. Dan gaan we dit uitpakken. Dat moet er eventjes af. En dan hebben we het staan. Dan laten we deze staan. Want deze hebben we nodig. Ja, meneer, ik ga het niet bij je auto neerzetten. Ik zal hem wel even ergens anders neerzetten. Het komt allemaal goed. Maak je maar niet druk. Nou, trouwens. Oké, dat is wel leuk gedaan. Nou ja, het ziet er niet uit, maar van een afstandje wel. Dat lijkt net echt. We gaan de plaatfundering sorteren. Dus ik ga onze stortvoertuigen erbij pakken. En dan gaan we beginnen met de fundering. En daar ben ik weer. Ik heb eventjes alles netjes klaargezet. En dan kunnen we gaan beginnen met het storten. Dus we gaan in de betonpomp. Ik ga het trouwens eventjes skippen naar de ochtend. Want dat vind ik gewoon mooier. Vind ik leuker. We gaan beginnen met het storten van de fundering. Ach, mooi hè, die verrijker. Het is trouwens verrijker. Volgens mij. Niet verrijker. Verrijker. Wat zeg ik al de hele tijd, man. Nou, er zitten we alweer op 20%. Dat is mooi. Oh, ik maak het mezelf weer moeilijk zo. Juist. Daar nog een stukje. Ik hoop dat we dat ook weer gaan redden. Als we uiteindelijk heel dichtbij komen. Kijk, zoals nu. Ja, volgens mij moet dat wel lukken. Ja, we kunnen dit. Oh, niet inklappen alsjeblieft. Dan moet ik hem gaan verplaatsen. Daar heb ik echt geen zin in. Dan moet ik alles weer gaan verzetten. Ik ben trouwens benieuwd of we dit wel met één lading kunnen doen. Maar ja, we gaan het zien hoe ver we komen. Nog 10%. 8, 9. Yes, we hebben het gehaald. Nou, dat is mooi. 31, bijna 32.000 erbij jongens. Dat is top. Dan gaan we nu pallet met bakstenen kopen. En we gaan pallet met zakken beton kopen. Ik ga eventjes uitstappen. Ja, pallet met zakken beton en pallet met bakstenen. 4 en 2. Yes, we gaan weer instappen in onze mooie verrijker. En dan gaan we beginnen. Dus we moeten wel eventjes wat neer gaan zetten nu. We hebben wat te doen. Maar ja, dat is natuurlijk ook leuk aan die apparaten. Kijk, we kunnen nu wel een kraan neerzetten. Op zich is dat natuurlijk leuk, maar dit is ook leuk. Yes, dat is onze eerste. En die mogen hier. Ik kan niet draaien met... Nee, ik kan niet zwenken, zeg maar. Ik moet wel, zeg maar, echt goed staan. Kijk, en dit is natuurlijk wel gewoon mooi. Dat is één. Ja. Dan mag jij weer terug.
Ja, dit is wel eventjes wennen hoor, dit ding. Ja, moet iets lager. Ja, ik weet niet of dit nou wel... Ik wil natuurlijk niet meteen opgeven. Het is wel lastig als het allemaal op elkaar staat. Dan is het wel een beetje, ja... Dan wordt het wel wat lastiger. Of misschien is het ding natuurlijk alleen maar nodig als je dingen bovenop gebouwen neerzet en niet per se dit. Ja, ik denk dat het echt, zeg maar, is voor boven dingen plaatsen. Dus ik denk dat ik maar gewoon een kraantje neer ga zetten ook. En dat we deze nou gewoon laten staan. Want ik denk dat we op het einde straks ook nog wat dingen omhoog moeten of hoger moeten plaatsen. En dan doe ik dat met dit ding. Nou, ik ga sowieso niet die torenkraan neerzetten, want die is veel te groot. Dat slaat helemaal nergens op. Ik ga gewoon voor deze. Deze was wel echt heel erg fijn. Kijk, dit heeft precies de goede hoogte ervoor ook. En dan doen we de laatste stukjes nog eventjes met deze. Yes, ik wil nog even een baksteen hebben. Jij mag hier. Ja, het is toch wel leuk om eventjes gewoon te kloten en te proberen. Want het kan wel met dat ding. Als je dit met dat apparaat wil doen, dan kan het wel met die verrijker. Dus dat is wel tof. Maar ja, wat ik zeg, als alles een beetje op elkaar staat en bij elkaar ligt, dan wordt het wel lastig. Nou, dan hebben we nog pallet met zakken beton twee keer. Die gaan we eventjes plaatsen. Dit is er eentje. En dan hebben we deze tweede, die gaan we er ook nog bij zetten. Ja, komt u maar. Hoppatee. En dan gaan we de muur metselen. Ik ga hem eventjes aan de kant zetten voor het geval dat. En dan gaan we hier aan beginnen. We gaan de muur metselen. Krijgen een animatie. Ja, die hebben we gedaan. Krijgen we hier zo ook de muur metselen. Kijk, dit is voor de garage, denk ik. Ik denk dat dit de garage is hoor. Nou, volgens mij niet. Ja, dat is een garage, dat moet. Bouwmaterialen uitpakken. Yes. Nou, hou. Dan zitten we toch alweer op 2 ton, jongens. Dit gaat wel lekker, hoor. Plafondsegment beton. En dan gaan we het plafond erop leggen van de eerste verdieping. Ja, dit is prachtig, joh. Je hebt gewoon nu 2 delen in plaats van alleen het huis. Dat is wel vet weer. Ik denk dat ik hem moet gaan draaien. Want die moet namelijk hier. En dan gaan we nog een kleine pakken. Die komt daar namelijk naast. Even draaien een stukje. En dan mag jij daar mooi naast. Ja. Dan moeten we er nog 9. Dit is wel eventjes werk. Maar we worden steeds beter in dit spel. Het gaat steeds beter. Deze die mag hier. Als ik dat zo goed zie in de hoek. Dat is 1. Ja, ik zit op de goede hoogte. Nee, ik wil dat jij daarnaast komt. Daar ja. Oh, we zijn weer lekker aan het slingeren. Die mag daar. En dan hebben we alweer de laatste van het stel. Er zijn wel veel delen van dit plafond. Krijgen we nu de wat grotere delen. Of de wat grotere segmenten. En die moeten we allemaal gaan draaien, zo te zien. Zit ik hoog genoeg? Ja. Nou, dat is volgens mij zit ik echt net hoog genoeg. Juist. Die komt daar. En dan lijkt het alweer op een huis. We gaan lekker. We gaan heel erg mooi. We moeten toch weer wat geld verdienen. Kijk, die buren die zijn nog steeds aan het rondlopen. Die zijn zich nog steeds aan het ergeren aan mij. Ik leg deze hier neer. Ja. En dan hebben we, als het goed is, hier zo hebben we het trapdeel. Dus in die ruimte die je ziet, daar komt de trap. En dan zijn we denk ik alweer op de helft van de bouw. Juist. En dan gaan we met de laatste. Het laatste segment.
mag dan daar liggen? Het is gewoon een puzzel. Het is een grote puzzel. Juist, kijk, hartstikke mooi. En dan kunnen we weer gaan storten. En ik denk dat ik de kraan eventjes nog een heel klein stukje hier naartoe haal. Zodat ik zeker weet dat ik niet met de betonpomp dat ga raken. Dan ga ik eventjes de betonmixer weer vol gooien. Zodat we zeker genoeg hebben om dit te doen. En dan gaan we de tweede verdieping doen. En dan zijn we gewoon lekker bezig hoor. Het gaat goed. Moeten we ook de trap doen? Oh, dat hoeft nu niet. Ik moet even oppassen dat ik niet weer vast kom te zitten in die houten rand die je ziet. Wat ik de vorige keer namelijk heel erg had. Want dat is niet fijn, want dan moet je weer helemaal resetten. Nog een paar procent en dan hebben we dit afgemaakt. Ja hoor, dat is hem. We hebben hem. We hebben ook de trap daar al zitten, dat is mooi. Oh, 52.500 jongens. Dat is super. Dat is top. En dan zitten we alweer op 244.000 euro. Dat is mooi, want dan kunnen we ook weer dingen gaan kopen. Beste mensen, dit was hem weer voor vandaag. Vind je dit nou leuk? Vergeet dan niet even de video te liken. Abonneer op mijn kanaal en dan hoop ik je te zien bij de volgende video. Want dan gaan we dit mooie eengezinswoninkje afmaken. Tot dan. Bedankt voor het kijken.